Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ga vandaag laten zien hoe je een pompoenhavermout ontbijtje klaarmaakt. Hierbij heb je de volgende ingrediënten nodig. Deze zet ik natuurlijk onder in de omschrijving, net als het complete receptje. Maar ik vond het wel leuk om het ook even te laten zien hoe ik dat doe. Ik begin met de havermout. Ik weeg 50 gram havermoutvlokken af. Ik gebruik gewoon die van de Albert Heijn, maar je kan elke soort havermout gebruiken. Klein beetje zout voor de smaak en ik gebruik ook koek- en specerijkruiden, of koek- en speculaaskruiden is het denk ik, van Verhagen. En een klein beetje extra kaneel, want havermout wordt pas echt lekker als je het lekker met kruiden doet. Ik doe er één eitje bij, niet alleen voor de proteïne en de vet, maar ook om het wat smeuiger te maken en echt een romig papje te krijgen. Vind ik zelf lekker. Dan gaan we alles door elkaar roeren. Ik gebruik hiervoor een vork in plaats van een lepel. Dan kan je het eigenlijk ook wat beter mengen. En als het eenmaal gemengd is, dan gaan we de pompoen erbij doen. Ik gebruik hier gewoon pompoen geprakt van de Albert Heijn. Gewoon kant-en-klare pompoenblokken. Je zou ze ook eerst kunnen koken en dan met de staafmixer doen. Dat heb ik dan daarna gedaan. Maar nu heb ik het gewoon geprakt en dan krijg je een iets chunkier pompoen in je havermout. Dan doe je er nog 125 ml melk bij, dat kan je melk van keuze zijn, dat kan havermoutmelk zijn, dat kan sojamelk zijn, dat kan amandelmelk zijn, dat kan ook gewoon magere melk zijn, volle melk, wat jij lekker vindt om erbij te doen. En als je het netjes hebt afgewogen, dan kan je ook dat weer allemaal door elkaar gaan mengen. Tot een mooi geheel. En dan zet ik het voor 2 minuten in de oven op 900 watt. Dat is gewoon de standaardinstelling van mijn magnetron. En 2 minuten is dan net lang genoeg. Kijk even wat voor jouw magnetron het makkelijkste werkt. Nu ga ik het met een lepel allemaal nog door elkaar roeren. Om het weer een beetje los te maken. En dan gaat er een half schepje proteïnepoeder doorheen. Ik gebruik gewoon de Whey Perfect proteïnepoeder van de Body & Fit. Ik gebruik nu de vanillesmaak, maar je zou ook met een andere smaak dat kunnen combineren welke lekker lijkt bij pompoen en kaneel en koekjes en speculaaskruiden. Dat meng ik er ook weer goed doorheen en probeer goed alle klontjes en alles eruit te halen. En dan is dit het resultaat. Het is echt een super vullend ontbijtje. Ik vind het echt super makkelijk om te maken tussen de bedrijven door met de kindertjes. En het is nog ontzettend voedzaam. Het zorgt echt voor dat ik de rest van de ochtend geen honger heb. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie dit receptje een keer gaan proberen. Laat het even weten in de comments beneden. En dan spreek ik jullie in de volgende video. Doei doei!